Ja, als geen ander natuurlijk. Hè. We hebben een paar weken geleden die mooie opening gehad, hè, van die oprit en die afrit. En dan ben je nog in een feeststemming. En als je een paar weken later het beeld ziet ontstaan dat het onveilig is, dan baal je ze stekken, ja. De korte klap is dat we met borden kijken of dat we mensen extra comfort kunnen bieden. En we moeten blijven hameren. Als je verkeerd zit, maak geen onverhoedse beweging en rij gewoon een rondje. Hebben we oude borden goed weggehaald? Hebben we nieuwe borden op de juiste afstand goed opgesteld? Dat is de eerste analyse. Dan kijk je naar type ongelukken. Zijn dat mensen die dus een onverhoedse manoeuvre hebben gedaan? Ligt het voor een deel aan weggedrag, waarin we dus ook de weggebruiker nodig hebben om dat op te lossen? Of is er echt iets fout aan de weginrichting? Dat moeten we goed analyseren. Ja.